Wait, man, it's it was about fucking time that you got the fame. It is about time. Yeah, isn't it? Yeah. We zijn in Berg op Zoom. Het is woensdag 13 december. En dat betekent dat vanavond de grote uitreiking is van de SENA Guitar Awards. Ik moet het goed zeggen, de SENA European Guitar Awards. En vanavond wordt in navolging van John Petrucci, Brian May, Steve Hackett, die vorig jaar met de prijs vandoor ging, Nuno Bettencourt in het zonnetje gezet. En we kennen Nuno Bettencourt natuurlijk van... Say I love you. En natuurlijk van... En vanavond dan vindt hier dus de uitreiking plaats van die prestigieuze SENA European Guitar Award. We zijn net al even binnen geweest. De spanning staat er goed op. Iedereen heeft er zin in. Maar ja, het is wel natuurlijk een grote internationale ster die hier is. Of het allemaal goed gaat, dat zullen we gaan meemaken. Laten we naar binnen gaan. We zijn nu in de oefenruimtes, hier zo in gebouw T. Vanavond dan barst het los, de uitreiking van de SENA European Guitar Awards. Echt een keur aan gitaristen, hè Jack, hebben we hier vanavond. Ja. Wie treden hier vanavond allemaal op? Uiteraard de grote gast zelf. Nuno Bettencourt gaat een show doen, vaak zo, ja, 20, 25 minuten uit zijn mooie oeuvre. Waarschijnlijk met heel veel flitsend gitaarwerk. Verder hebben we een hele grote groep van Nederlandse geweldenaren. Dus we hebben Timo Somers op gitaar. Zo. En Marcel Sinkhor. Erik Farzon Morello, een heel ander vaatje natuurlijk. Ja, Spaans vaatje. Ja, zeker een Spaans vaatje. Stanley Clementina die een liedje zingt en speelt. We hebben natuurlijk Eva Simons op zang. We hebben Anneke Vergeersbergen. We hebben Leendert Haaksma op gitaar. Ik speel een stuk. Hey, wat goed. Dus ja, we proberen elke lichting altijd weer nieuwe mensen. Abel van, zeg maar van de band Loop. En de band Stella, dus dat is ook heel tof. Ja. En, ja. Jong talent krijgt naast zeg maar, het gearriveerde talent de kans om zich te laten zien. We hebben nog echt een gitarist van 16 jaar, Wout Bellekom. Dus die heeft zich de laatste week waarschijnlijk school verwaarloosd. Ja. Solo's van, sorry, school. Ja. Nee, het is echt heel erg leuk. En hoe is dan, want ja, Nuno Bettencourt, grootheid. Gisteravond stond hij nog in de Melkweg in Amsterdam. Hoe valt de keuze op hem? Kijk, hij heeft zich ontzettend... Ja, toen in de jaren 90 sloeg hij in als een bom met zo'n ongelofelijke, weet je, Flight of the Wounded Bumblebee. Eigenlijk met heel weinig effect, gewoon kurkdroog, gewoon reten strak, swingend, groovend, get the funk out. En eigenlijk de fakkel die Eddie voor ons allemaal aangestoken heeft, helemaal opgepakt. Maar toch ook met een persoonlijk vizier, ongelooflijk ritmisch. Natuurlijk die twee hits die met die akoestische gitaar die supergoed heeft gedaan. Maar daarna ook met Rihanna, muzikaal leider. En hij was natuurlijk net helemaal weer het nieuws met die waanzinnige solo van Rice. Ja. Brian May zelf, dat is echt weer zo'n classic solo die misschien een tijd niet meer zo langzaam horen komen. Die Rick Beato die daar helemaal het allemaal analyseert. Dus ja. Hij staat weer volop in de belangstelling met een heel goed album. En je ziet toch wel veel van die bands die daar bands gewoon weer gaan weer, weet je wel. Naast de normale dingen die ze ook doen. Dus ja, wij zijn er heel trots op. En, dus een soort comeback van de, of revival van de 80s, 90s hairbands, gitaristen. Ja, je merkt het ook aan die festivals. We doen natuurlijk heel veel festivals. Een paar weken geleden Amsterdam Guitar Heaven. We hebben deze week in Berg op Zoom de gitaardag gehad. We hebben deze week heel veel gitaar. Alles is uitverkocht. Het was ook echt wel heel leuk dat het kan weer of zo, weet je wel. Ja. En je ziet ook op het internet natuurlijk ontzettend veel supergave, shreddy, goede video's, goede lesvideo's. Ontzettend veel vrouwelijke gitaristen die helemaal losgaan. Voor mij zijn alle soorten gitaar mooi. Dus we vinden het gewoon mooi dat we het ook proberen om diverse stijlen te pakken. En ook zo'n winnaar met zijn achtergrond vind ik gewoon heel mooi. Het is toch een ander insteek. En, ja, gewoon een heel interessant figuur. En verschrikkelijk begaafd tegen de partij. Ja. Ik ben hier bij de SENA European Guitar Awards en ik ben hier met Timo Somers. Timo, jij gaat vanavond optreden. Wat verwacht je van vanavond? Ik ben groot fan van Nuno. Ik speel een solo track van hem. Dus geen extreme track, maar een track van Morning Widows. Een van zijn solo platen.
En ik dacht, Jan Akkerman komt, Marcel Singer speelt, Nuno kijkt, wellicht. Ja. Ik ga erbij zingen. Kijk! Voor het eerst, als lead vocalist. Gaat het goed. Dus ik ben een soort van al best wel lang bezig om dat een beetje voor elkaar te krijgen. Dus, ja, ja, ja. Dus voor mij is het een soort, naast heel vet om hier te zijn en Nuno te eren, is het ook een soort debuut wat dat betreft. Kan je iets vertellen over jouw plannen voor volgend jaar? Wat ga je allemaal doen? Charlotte Wessels, de ex-Delane zangeres, die gaat gaan we een plaat mee maken. Met z'n vieren gewoon. Dus die komt komend jaar uit en we gaan ook spelen waarschijnlijk. Ik heb ben bezig met een plaat met Bert Hering. Ik doe nog verschillende studio dingen. En er komt vooral een nieuwe band aan waar ik nog niks over mag zeggen. Maar kijk, komt er wel aan. Ah. Nou ja, ik zou zeggen, blijf kijken. Want misschien verklapt hij het verderop in de podcast in één keer per ongeluk. Je weet het niet, hè? Of niet? Wat het schuift. Ja, ja, precies. Okay. Dan moet ik even bellen met de sponsors van de Fellowship of Acoustics. Wie zal het zeggen? Dankjewel, Timo. En veel plezier vanavond. Bij de Sena Guitar Awards. En ja, Marcel, wat is jouw relatie tot nu op Bettencourt? Veel naar geluisterd vroeger? Absoluut, ja. Vanaf Porn & Graffiti. Ja, absoluut een fan geweest van zijn spel. En ook de dingen daarna. Ja, Extreme was ook gewoon een toffe band. Ja. Qua gewoon slimmere lyrics, betere riffs en insane gitaarwerk. Dus, en met een monster van een hit. Ja, precies. Waarmee ze iedereen op het verkeerde been hebben gezet. Ja. Vooral de vrouwen die ik van de knuffelrok hielden, zeg maar. Ja, precies. Ja. Die, net als bij die Mr. Big plaat. Dus gewoon iedereen, het grootste gedeelte van die 6 miljoen, die schokken zich helemaal toen ze hem thuis... En vanavond heb je dan zoiets van, wow, fuck, hij zit gewoon in de zaal. Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Want ik heb dit eerder gedaan, ook toen Steve Vai hem kreeg. En toen heb ik twee dingen van Vai gespeeld. Call It Sleep en Ladies Night in Buffalo van Davey Wild. En hij zat daar op het balkon gewoon dat te kijken. En daar ben je heel even bewust van. Maar meestal, ik denk dat de meeste muzikanten dat wel herkennen. Als je je instrument pakt, dan zit je toch wel in je eigen bubbel. Ja. Maar het is wel een gek idee. Ja, ik kan me het heel goed voorstellen. Ik heb het al gewoon, als er een collega in de zaal zit waarvan ik het weet, dan vind ik het al spannend. Ja, ja, precies. Dan moet je toch even er doorheen inderdaad. Is ook zo, maar het is vaak makkelijker als het een volle zaal is, juist. Ja. Want die kunnen niet... Ja. Het is soms veel moeilijker voor 5 man dan voor... Oh, absoluut. Ja. Voor 1 iemand in de oefenruimte die mee staat te kijken. Vanavond is volle bak. Wat ga je spelen? Het is niet live, hè? Het is niet live, nee. Okay. Nee. Ik doe Rise. Dus dat is een beetje een soort van uitdaging qua solo. En dat is natuurlijk de solo waarmee die weer een beetje op de kaart is. Ja, absoluut. Ja. Hoewel, het is het voorkomen terecht. Maar een hele hoop van die dingen zaten natuurlijk ook al in Midnight Express en stukjes andere solos. Maar hier is er echt een ding van gemaakt, dus dat is te gek. Ja. Maar ik speel I'm the One van Van Halen. Guitar van Prince. Toepasselijk. Ja. Samen met Leonard Haarsma. Dus dat die switchen we. Wisselen solo's af. Die zing ik ook. En hoe heet het? Color Me Blind. Van de derde Extreme plaat. En dat was het. Ja. Nou, ik vind het genoeg. Zo. Wat heb je handen vol aan? Ik ben onderdeel van de huisband ook, min of meer. Trek. Dus ik speel hier kleine stukjes hier en daar. Cool. Slide in Wholehearted. En, het is een leuke avond. Dat belooft dat inderdaad. Ja. Dankjewel, Marcel. Ja, jullie ook. Bedankt.
ik kwam Leendert Haaksma tegen hier in de gang met een lekker bakje koffie in de hand. Ja, lekker bakje. Gewoon lekker ontspannen. Leendert, jij gaat vanavond ook spelen. Wat ga je doen? Ik ga Shut Up and Drive van Rihanna. Precies, ja. Te gek, want ja, daar is Nuno natuurlijk muzikaal leider geweest. Dat is de link, ja, inderdaad. En Eva Simons gaat het zingen. Nou ja, een soort van de Nederlandse Rihanna eigenlijk. Precies, ja. Tof. Ja, ja. Tof. En wat ga je verder nog meer doen komend jaar? Wat heb je allemaal op de agenda staan? Ik ga met Anouk veel shows doen in Ziggo doen. Oh ja. En ik ben nu bezig met een toertje met Jan Akkerman. De Knights of the Guitar. En ja. Dat gaat ook nog door in januari. Dan heb ik wat infowerk in het Metropool. En dan voor de rest veel studiosessies nog. Ben je nog bezig met je eigen versterkers en dat soort dingen? Altijd, ja. Zijn er nog nieuwe dingen op de rol? Zeker, daar kan ik bijna iets concreets over zeggen, zeg maar. Dus, ja. Hadden we dat al bijna een primeur te pakken? Ja, bijna. Als je een maandje later bent, dan heb ik veel meer te vertellen daarover. Nou ja, ik nodig je graag uit in de podcast om dan over een paar maanden gewoon eens even overleg te lopen. Dat is goed. Leuk. Is goed. Nou, bij deze dankjewel. Leen, veel plezier vanavond. Goedenavond, veel plezier. Alleen maar gitaar gespeeld worden, want dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Dat is saai. Er moet ook gezongen worden. En als je wil dat er gezongen wordt, dan nodig je Anneke van Giersberg uit. Ja, Anneke, hoe is het? Ja, heel goed. Heel goed, ja. En ik ben hier graag bij. Ik ben hier al een aantal keer geweest bij de awards. En ik vind het altijd leuk om te doen. Zo leuk, ja. Allemaal gezellige muzikanten bij elkaar. Ja, heel leuke, hele goede muzikanten bij elkaar. Echt. Welke liedjes ga je doen? Ik ga eigenlijk een lied van Kate Bush, Running Up That Hill, zing ik. En een lied van Extreme, Wholehearted. Oeh, ja, mooi de lied, lekkere, hè? De 12-string knijter. Ja, juist. Ja. Dat is rangen. Ja, echt hè? Ja, heerlijk. wat heb jij met Nuno Bettencourt? Nou ja, in de 90s, toen die plaat uitkwam, toen was ik wel meteen fan. En, maar dus natuurlijk wat iedereen daarover zegt van More Than Words was zo'n grote hit en dat was een heel mooi liedje. Toen speelden ze op Dynamo, Open Air. En toen ben ik eigenlijk mede voor hun daar naartoe gegaan om te gaan kijken. En toen was ik blij verrast dat ze eigenlijk gewoon een heavy band waren. Ja. Want ze speelden natuurlijk niet voor niks op Dynamo. Dus wij dachten ook van ja, dat moet wel. Dat is niet alleen maar. Niet alleen maar More Than Words, inderdaad. Nee, dus nou, en toen was wel verkocht. Dus ik heb die plaat helemaal kapot gedraaid vroeger. Heb je hem al gezien nu nou? Ja, ik heb zijn soundcheck gekeken. Oh, echt? Ja. Ja. Zo. Is die in vorm? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, ik weet niet of we mogen filmen. Er zijn allemaal restricties en moeilijk. Ja. Dus we gaan kijken wat we kunnen laten zien. Hè? Maar anders moet je ons maar gewoon geloven dat het gewoon helemaal te gek is. Ja, het is te gek. En weet je wat mij opviel net bij de soundcheck? Dat hij komt over als een hele ontspannen man. Hè? Ik heb hem laatst ook bij, hoe heet die grijze man? Rick Beato. Rick Beato zit te kijken. En die... En dan zit hij achterover, zit hij lekker te vertellen en zo. Maar als je hem bezig ziet tijdens de soundcheck, dan is hij heel erg bezig met alle details. En beginnen, eindigen van liedjes en overgangen. En dat gaat als een malle, dat gaat heel snel. Okay. Dus hij is, dat kan niet anders, want hij is heel goed. Maar hij is super gedreven, super professioneel en super... hoe zeg je dat? Dedicated, ja. En dat vind ik toch wel leuk om te zien. Want... Op zijn 57ste. Is hij 57? Ja. Nou, dat doet hij goed. Dat doet hij goed. En dat vind ik dus knap. Ik zou heel graag van hem willen weten, wat is nou de truc om na al die jaren nog steeds zo gedreven te zijn? Nou, en hij werkt dus heel hard. Het is niet zo dat hij achterover leunt met zijn succes. Dus ook voor vandaag, wat niet zijn eigen show is en wat gewoon een verzamelshow is. En het gaat om hem. Ja. Zit hij nog op die details tijdens de soundcheck? Omdat hij gewoon heel goed moet en wil spelen. Ja. En ja, dat maakt er gewoon het verschil tussen mensen die zo groot worden. En de mensen die heel goed kunnen spelen, die niet zo groot, die doorzettingsvermogen. Precies, doorzettingsvermogen is toch wel de sleutel. Ja. Eén van de sleutels. Ja, zeker. Nou, mooi. Anneke, dank je wel. Heel graag gedaan. Zo.
zijn backstage bij de Sena European Guitar Awards. Het is echt enkele minuten voordat Nuno Bettencourt wordt gehuldigd. Of wordt binnengehaald als een soort gitaar Sinterklaas eigenlijk. En ik zit hier in een hele mooie oefenruimte met Erik Vaarzon-Morel. Jij gaat dadelijk spelen ook, ter ere van Nuno. Ja. Wat is jouw link met Nuno? Of van het stuk wat je gaat spelen? Nou, mijn link is eigenlijk in feite altijd dat ik gebeld word door de organisatie. En ik vind het altijd wel interessant en heel erg aardig dat ze aan me denken. Dat ik de akoestische gitaar natuurlijk bespeel tussen al dit prachtige... Vreselijk ging ik niet zeggen. Nee. Tussen dit prachtige gitaargeweld. Elektrisch gitaargeweld. En ik moet je eerlijk bekennen, ik wist niet wie het was. Nee. Maar ik ging naar een platenzaak bij mij in de buurt en die wisten het ook niet. Dus toen dacht ik, ze zeiden, jij bent bekender dan Nuno Bettencourt. Ik zei, interessant, laat me eens weten. En toen bleek inderdaad, toen hebben we dat daar ter plekke even bekeken. En mijn cd stond er wel overigens. Kijk. En ze hadden wel iets over een opname uit nog de vorige eeuw. Ja. En toen kwamen nou allemaal dingen langs van dat hij met de wat is het, hoe noem je dat? De bandleider van Rihanna. Ja. En dat hij, toen zei ik het tegen de jongen die ik meegenomen heb vanavond. Mijn jonge talenten van het conservatorium, waar ik al een tijdje mee speel samen ook. Ja. En die was helemaal, Nuno Bettencourt. En toen hebben we in de auto tijdens onze tour een paar keer geluisterd naar dat gitaargeweld. Ja. En toen kwam er bij dat Extreme. Dat was dan de band die dus ook vanavond hier is. Hè? Ja, klopt. Ja. Dat is wel heel leuk, want normaal komen ze in hun eentje. In hun eentje inderdaad. De huisband. Precies, ja. Dus ik vond het ontzettend leuk. En gewoon fantastisch gitarist natuurlijk. Ja, hè? Ja, het is een briljante gast. En dan vraagt Jack altijd aan mij, Jack Pisters, of ik iets wil doen in de trant van, nou ja, bij Jimi Hendrix was dat voor de hand liggend, de Spanish Castle Magic. En dat was heel leuk. En nu dacht ik, ik heb een beetje geluisterd. En toen hadden ze wat over, wat was het nou? Music Without Words? Of, More Than Words. More Than Words. More Than Words, ja. En toen dacht ik, dat is niet iets voor mij. En toen dacht ik, ik kijk maar eens op YouTube. En toen kwam er die beroemde solo van 1 minuut of iets korter zelfs. Ja. Van dat Rise. Ja, Rise inderdaad. Nummer van een nieuwe cd of een nieuwe album. En toen dacht ik, toen begon ik met mijn Ligado's. Ik denk, dat ga ik dan ook maar een beetje proberen. Ja. Dus daar doen we een soort kleine imitatie van. Ja. Een soort improvisatie op het thema. Juist, we gaan niet doen wat hij doet. Want, nee. En dat hoorde ik van, Jannik, mijn andere elektrische gitarist, die doet dus dan ook echt zo'n lick die hij doet. Ja. En ik doe dat dan op mijn flamenco manier, de dingen tussendoor. Want ik zei, zo snel kan ik ook wel. Ja, dus, natuurlijk, ja. Ja, en ik zat zelf te denken van, hij komt oorspronkelijk uit Portugal. Ja. Ja, nou, dus dan misschien zit daar nog een soort van... Daar is totaal geen link. Nee. Want ik ben, zoals je weet, flamenco-gitarist. Ja. En ik heb meerdere keren altijd de Fado, de beroemde Fado. En ik ben zelfs een keer gevraagd door zo'n beroemde dame om mee te spelen. Dat is niet doorgegaan achteraf. Dulce Pontes of een van die andere echte beroemde. En toen kwam ik er ook eigenlijk achter. Die Portugese Fado heeft helemaal niks met flamenco te maken. Nee. Het is zo verschillend. Het is wel een soort levenslied, maar dat heb je hier ook. Ja. En toen heb ik eigenlijk, en in Spanje weet ik ook hoor, want daar kom ik natuurlijk vaak en dan met de muziek zien in de aanraking. En er wordt niet vaak iets mee gedaan. Ik hoorde net een verhaaltje dat die Nuno met zijn hele familie, die allemaal muziek maken in Portugal, een of ander, of het een festival of wat ook geweest is, dat schijnt ergens te staan. Dus dat is wel geestig. Oh, en dan zingt zijn dochter en zijn... Het is wel een hele muzikale familie. Dus dat zal wel een muzikale familie zijn. Ja. En ik ben benieuwd of ik hem nog te spreken krijg. Dat is een tweede. Maar ik weet nog van John Petrucci. Ja. Die was helemaal laaiend over mij. Te gek. En die vond het achteraf helemaal geweldig. Omdat hij zei, jij bent degene wat wij op elektrische gitaar doen, dat doe je eigenlijk op de akoestische, zoals het begonnen is. Precies, ja. En dat vond ik eigenlijk heel leuk. Ja. Dat vond ik ook wel een top guy, die John Petrucci. Ja, die en deze man ken ik natuurlijk niet. Nee, na vanavond wel. Maar wel een hele mooie, wat ik net natuurlijk even hoorde bij zo'n soundje. Ja. Sly-stijl achter. Ik hoorde allemaal invloeden trouwens. Ik ben heel benieuwd wat het wordt. Ja. Ik vind het rare effectachtige dingen.
Yeah. En dan ook nog klassieke tonen en country and western hoorde ik erdoor. Ja, er zit van alles. Er is echt van alles. Ik ben benieuwd. Ik ook. Nou, we gaan kijken. Dankjewel, Erik. Graag gedaan. And we have, of course, a good friend here to give you the award. Welcome, Adrian van der Werf. Tired of being short, man, around these guitar players. Now you know what it feels like, you know? Up where I am, yeah? It's pretty cool. It's pretty hot. Great, man. It was about fucking time that you got the thing. It is about fucking time. Yeah, isn't it? Yeah. Listen, first of all, give it up. This guy is a legend. I watched him for so long, bought all his albums. One of the most underrated and tastiest guitar players who plays the right stuff for the songs. Adrian right here, Van der Werf. Thank you so much. Just try to shrink a little, will you? Now listen, I have to say something. And the reason I want to say something is because I'm up here because of a guitar, right? And the cool thing about a guitar is that it gives you an opportunity, an immigrant like myself from the Azores, who's the youngest of 10 kids who can move to the United States, and it hasn't changed since it was invented. Think about the technology, the iPhones, everything, and the guitar is still, everybody's playing it tonight, it's the same block of wood, 6 strings, unless you're fucking Tosin Abasi and there's 17 strings. But it's still not as cool. Sorry, Tosin. 6. Do it on 6 and I'll be impressed. Where are you? Right. No, but seriously, it's that simple. And how can the same instrument with the same block of wood and those strings, all different guys up here, where there's been some incredible guitar players here tonight as well, and give it up for them as well. There's so many incredible guitar players. But how is it amazing that same instrument can be passed on to another person with the same pedals, the same strings, and we all sound completely different on it. And I think the guitar is an opportunity for anybody here. You know, when I was doing Generation X, I was on stage with like 3 of my heroes. And every night I looked over, I was reminded that I was there just because of that guitar. Meaning that it gives you like a superpower. And anybody in this room, there's a lot of guitar players in this room, and when you put that thing on and you get and it puts put on your shoulder and you plug in, you are fucking Superman in your own right. And I don't give a fuck if you're playing it in your basement or if you're playing in a cover band or if you're playing on this stage or arenas or anything else. That doesn't matter. Success has nothing to do with whether you're playing a stadium or whether you're playing in a cover band. The success is that you're playing guitar, period. Because that's where we all came from. We were all in cover bands, we were all in that basement, we all had that. And really, whether or not you succeed and make money or don't make money, that's not the important thing. The important thing is that you love playing this instrument and it makes you feel invincible. And that's what it's all about. So here's to fucking just guitar players, guitar in general, keeping this thing alive. Yeah? Pretty sexy award. Ja,
dames en heren, we komen net uit gebouw T, waar Extreme nu nog aan het spelen is. Extreme minus Gary Cherone. Want Gary Cherone die zit in de tourbus verstopt, want die probeert zijn stem te sparen. Maar het was gaaf. We hebben heel de avond staan wachten op dit optreden. Want Nuno Bettencourt die kreeg vandaag de prijs der gitaarprijzen. De Sena European Guitar Award. Ik zeg tot de volgende Gitaarmannen de podcast. Dag.